Het is 12 maart, voor de 58ste keer wordt in Nederland de boomfeestdag gevierd. Maar hier in Dieperhout, het houtkwartier, heeft dat vieren een beetje een ander karakter. Want hier worden kruizen op bomen geschroefd. Kruizen die markeren dat dit de bomen zijn die omgehakt gaan worden, omgezaagd gaan worden. In ieder geval weg moeten. Omdat hier flink gebouwd gaat worden. Woningen, een school, een sporthal. En de bewonersvereniging die markeert dus nu die bomen door er een kruis op te schroeven. 135 bomen moeten weg. En slechts een handjevol kan waarschijnlijk worden herplant. De anderen zijn te oud en te groot en hebben een te grote wortelstructuur om zo'n verplanting nog te kunnen overleven. Ja, dat vind ik wel ernstig dit. Dick, wat ben je aan het doen daarboven? Ja, deze boom gaat om. Misdadig. Nee, dat kan niet. Hij gaat gewoon niet om. Dit is niet te geloven dat deze boom, hoe lang staat hij? 80 jaar? We gaan ervoor dat die boom... Je maakt nu plaats voor beton. Ja, alles wordt beton. Dus, wie doet hier nou wat tegen? Het is echt idioot. En jij blijft zitten? Nou ja, tot de ketting is aangekomen. Hè. Het gaat om, willen wij een wereld met beton of willen wij een wereld met groen? Ik strijd voor het laatst. Nee. Ik dacht, dan gaan ze bomen kappen en dan gaan ze een groen dan Nee, dat is gewoon helemaal... Ja, je moet er wat schoon voor hebben. Voor ja. Ja, ik heb even je tilletje nodig. Ja. Oké. Gaat het, Dick? Ja, Dick. Dat komt er toch niet op, hè? Oh, Dick. Oh. Bedankt.